Wij zijn geen voorstander van sancties. Niet omdat wij de Russische inval niet veroordelen. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Hè? Dus we hebben dat zwaar veroordeeld. Maar sancties treffen het Russische volk. En het Russische volk wil geen oorlog. En het Oekraïense volk wil geen oorlog. Ik had verwacht dat als wij echte leiders zouden hebben, dan zou je eerst met diplomatieke acties starten. Dan ga je eens de ambassadeur uitnodigen. Je gaat dus wat mensen uitzetten. Dan ga je langzaam opschalen. Maar nu hebben we in één keer, zijn we allemaal heel breed gaan staan. Hè, een soort orang-outang gedrag. En we zijn vol op het orgel gegaan. En dat terwijl wij zelf geen leger meer hebben. In de afgelopen 10 jaar is ons leger gedecimeerd. Ons hele leger is in deplorabele staat. Past in de Amsterdam Arena. En als je op zo'n moment gaat opstaan tegen de grootste kernmacht ter wereld, ik vind dat wel heel gevaarlijk. En wat dat betreft hebben we niet alleen een energiecrisis, maar ook een grote veiligheidscrisis. En die wordt veroorzaakt door dit kabinet.